Het is 27 augustus 2018. Twittergebruiker Gregory88 meldt dat hij er net achter is gekomen dat zijn opa overleden is. Hij zegt zijn opa niet zo goed te hebben gekend, maar dat hij hem in huis, afgelegen in de bos, heeft nagelaten. Dan gebeuren er vreemde dingen en komt hij een vrouw zonder ogen tegen. In deze video gaan we het hebben over het bizarre verhaal van Gregory88. Ik heb zijn tweets vertaald en er zoveel mogelijk een lopend verhaal van gemaakt. Laten we beginnen met de video Het kijkt naar me zonder ogen. Het Gregory88 Twitterverhaal. Ik denk dat ik bij het begin moet beginnen. Dit is niet mijn huis. Het was het huis van mijn opa. Hij stierf een paar maanden geleden en door wat moeilijk papierwerk ben ik nu blijkbaar de eigenaar. Hij woonde best ver van de beschaving. In de bergen, bij een meer. Er zijn wat andere huizen in de omgeving, maar die lijken leeg te staan. Ik neem aan dat het zomerhuisjes zijn. Ik ben hier nu voor een paar dagen en het is tot op heden best wel stil en kil. Mijn moeder had het eigenlijk nooit over mijn opa en ik heb hem denk ik pas één keer gezien. Ik vermoed dat ze een slechte relatie hadden, want zodra ik erover begin, wordt ze boos en verandert ze van onderwerp. Maar goed. Ik zit nu dus met dit huis. De makelaar zei dat het op mijn naam stond en het nu dus mijn verantwoordelijkheid is. Dus ben ik hier naartoe gekomen om het te verkopen. Ik neem aan dat het wel even duurt voordat je een oud huis in the middle of nowhere verkoopt, dus heb ik een paar weken uitgetrokken om het huis wat op te knappen en te zoeken naar potentiële kopers. Alleen, de laatste tijd beginnen er vreemde dingen te gebeuren. Het begon op mijn derde dag hier. Er is een klein dorpje in de buurt en ik was daar wat boodschappen doen, omdat ik hier toch wel even zou zijn. Toen ik terugkwam die avond, hing er iets vreemds aan de deur. Het was een, hoe noem je zo'n ding, een artefact? Het was duidelijk met de hand gemaakt. Het was gemaakt met stokken, wat touw en botjes die in het midden van het ding zweefden. Ik dacht er toen de tijd niet veel van. Waarschijnlijk kinderen die in de buurt woonden en me bang probeerden te maken. Dus haalde ik het van de deur en gooide ik het in de open haard. De volgende dag was ik het ding alweer helemaal vergeten en stond ik buiten op mijn veranda mijn ochtendkoffie te drinken. Ik stond een beetje voor me uit te staren tot ik in een van de bomen naast het huis nog zo'n ding zag hangen. Alleen had deze een steen in het midden in plaats van botjes. Ik zag er vrijwel meteen nog een in de boom hangen een stukje verder door. Ik liep naar de boom toe en zag ze tot mijn verbazing overal hangen. In totaal vond ik er 8 hangend rond het huis. In elke zaten verschillende onderdelen. Sommige hadden botjes, veren of stenen. Het was zeker raar, maar ik was er meer geïrriteerd over. Waarom was iemand gothic kerstversiering om mijn huis aan het hangen? Als iemand me bang probeerde te maken, was er zeker meer voor nodig dan dit. Ik haalde alles uit de bomen en verbrandde ze, net als de eerste. Ik ging terug naar binnen, douchte, kleedde mezelf aan en liep weer terug naar buiten om wat klusjes rond het huis te doen. Toen ik wat vond, wat me wel nerveus maakte. Het lag zo'n 10 meter van het huis vandaan. Een soort provisorisch kamp. Er lagen wat oude sokken en iets wat ik denk een onderbroek was. Ieuw. En het vreemde van alles? Een notitieblok. Ik bladerde er doorheen, maar ik kon niets vinden. Er waren verschillende pagina's uitgescheurd en ik kon voelen dat er iets op geschreven was. Maar het was onmogelijk om te lezen. Hoe dan ook, dit zorgde ervoor dat ik kippenvel kreeg. Het werd me duidelijk dat er iemand aan het kamperen was bij mijn huis en mij probeerde bang te maken. Ik wist niet zeker wat ik moest doen. Die avond sliep ik met 1 oog open. De volgende dag dacht ik dat ik meer van dit soort vreemde dingen zou vinden. Maar tot mijn verbazing was het erg rustig. Ik nam aan dat het dus gewoon een dakloze was die hier kort zijn kamp had opgeslagen en nu die mij zag er weer vandoor was gegaan. Ik dacht dat het hiermee wel zou ophouden en richtte mijn aandacht weer op het huis. Al snel kwam ik tot de conclusie dat ik niet genoeg schoonmaakspullen had en weer het dorp in moest om spullen te halen. Nadat ik in het dorp wat Windex en reservelampen had gehaald, reed ik weer terug naar huis. De oprit begint al een goede 200 meter voor het huis en heeft een flinke bocht in het pad zitten. Ik was net rond het huis aan het lopen tot ik plots doodstil bleef staan. Ik hoorde beweging links van mij, tussen de bomen.
Er stond iemand onder de bomen bij mijn huis. Ze zagen me niet, omdat er een flinke afstand tussen ons in zat en ik voor een groot gedeelte niet zichtbaar was door de bomen. Wie het ook was, het had dezelfde donkere hoodie aan die ik had gevonden bij mijn huis. Het lukte me om zo stil mogelijk mijn telefoon uit mijn zakken te halen en er een paar foto's van te schieten. Na een paar seconden draaide de persoon zich om en verdween weer in het bos. Ik stond daar voor een paar minuten, te nerveus om te bewegen. Toen de persoon niet meer terugkwam, rende ik het huis in en pakte ik mijn telefoon om de politie te bellen. Maar legde de telefoon meteen weer neer. Wat moest ik ze vertellen? Er is iemand naar mijn huis aan het kijken? Geen enkele agent zou me serieus nemen. En als de idioot als ik ben, heb ik alle artefacten verbrand. Ik heb het idee dat ik nu niets kan doen. Ik was boos op mezelf en bang om alleen in het huis te zitten. Dus deed ik alle deuren en ramen op slot en vertrok ik door de achterdeur. Ik liep naar het meer toe, omdat ik geen andere plek wist om naartoe te gaan. Ik liep langs het meer te piekeren over wat ik moest doen. Ik kon gewoon mijn auto instappen en terugrijden naar huis, maar ik had het idee dat ik dan in de problemen zou komen met de makelaar. Ik voelde me gevangen. Ik kon ook niet echt bepalen of ik nou een gevaar was of niet. Toen mijn opa overleed, heeft het huis een aantal maanden leeg gestaan. Misschien was het wel gekraakt en zouden de krakers vanzelf weggaan, nu ze merken dat ik er was. Het begon langzamerhand donker te worden, dus besloot ik terug naar huis te gaan. Toen ik de trap opliep om door de deur naar binnen te gaan, liep opeens een koude rilling over mijn rug. Ik draaide me om. No way dat ik vannacht in dit huis zou slapen. Ik liep de oprit op weg naar mijn auto. Ik had de sleutels van de auto al in mijn handen toen ik het figuur weer zag staan, midden op het pad. Ik was compleet in shock. Ik stond vrijwel naast haar, maar het was net alsof ze me niet zag. Toen ik nog eens goed keek, zag ik ook waarom. Ze had geen ogen. Er hing een kleine flap huid waar haar ogen hadden moeten zitten. En ze had bijna geen haar. Ik wilde wegrennen, maar ik had het idee dat wanneer ik dat deed, ze me zou opmerken. Zo stil als ik kon, pakte ik mijn telefoon. Ik had bewijs nodig, wat ik aan de agenten kon laten zien. Het leek allemaal wel in slow motion te gaan. En ik word misselijk als ik eraan terugdenk. Maar het was me gelukt haar vast te leggen op video. Ik rende terug het huis in, vloog naar boven en keek door het slaapkamerraam naar de oprit. Maar ze was verdwenen. Ik belde meteen de politie om te vertellen wat ik gezien had. Ik weet vrij zeker dat ik als een idioot klonk, maar ze zeiden dat ze morgen vroeg een auto langs zouden sturen. En ik voor nu binnen moest blijven, met alle ramen en deuren op slot. Ik blijf vannacht heel de nacht op. Ik heb geen idee wat er aan de hand is, maar ik ben doodsbang. De volgende dag legde ik alles uit aan de agent. Ik liet hem de plek zien waar ik de spullen had gevonden. Maar alles was verdwenen, op dat lege schrift na. Al mijn bewijs was vrijwel nutteloos en ik had toch het idee dat die agent me niet geloofde. Ik liet hem alle foto's en video's zien, maar hij bleef maar vragen of ik de persoon in de hoodie kende. Ik raakte gefrustreerd en zei dat ik die persoon natuurlijk niet ken, anders had ik niet de politie gebeld. Niet snel daarna reed de agent weer weg en was ik weer helemaal alleen. Het enige wat ik wilde is vertrekken. Maar ik ben zo ver van huis en het zou dagen duren voordat een van mijn vrienden hier is. Ik heb de vrouw van eerder niet meer gezien, maar ik heb het gevoel dat ze hier nog steeds is. Er zijn meer vreemde dingen aan het gebeuren. Gisteren was ik rond het meer aan het lopen, omdat ik een kijkje wilde nemen bij de andere huizen. Rondvragen of iemand anders misschien iets vreemds gezien had. Alleen, elk huis is leeg. Het is overal compleet donker binnen en er staan geen auto's voor de deur. Ik heb geen levende ziel gezien. Of nou ja, misschien eentje. Toen ik langs het meer liep, zag ik een boot op het water, helemaal in de verte. Ze bewogen niet. En ik weet zeker dat ze niet aan het vissen waren. Ik had het gevoel dat ze mij in de gaten aan het houden waren. Ze bleven daar heel de dag dobberen. Ik zag ze nog tot het uiteindelijk donker werd en ik ze niet meer kon zien. De volgende morgen was de boot weer weg. Ik maakte wat ontbijt
en liep naar mijn haventje toe om het op te eten. Ik heb het idee dat de tijd anders loopt wanneer ik bij het water ben. Ik word er rustig van. Hoe dan ook, ik begon me langzaam maar zeker een stuk kalmer te voelen. Totdat ik iets vreemds zag liggen in het water. Het was bij een kleine inkeping naast mijn haventje. Het leek op een gekleurde steen, maar ik wist het niet zeker. Het leek iets te rond. Tegen beter weten in, deed ik mijn schoenen uit en liep ik het water in om het op te pakken. Het was een oogbal. Een fucking oogbal. Dit moet van een dier zijn, toch? Of misschien van een grote vis? Ik gooide het terug in het water en rende terug naar huis. Daar waste ik meteen mijn handen voor een goede 15 minuten. Ik kan niet geloven dat het een oog was. Ugh, waarom moest ik het nou weer oppakken? Ik voelde me nog steeds vies. Om alles erger te maken, zag ik ook dat de boot weer terug was. Ze zaten op dezelfde plek als gisteren. Alsof ze me aan het bekijken zijn, vanaf de boot. 'S Nachts blijf ik vreemde dingen horen. Wanneer ik buiten op de veranda sta, hoor ik continu geritsel om me heen. Het is waarschijnlijk een hert of zo, maar ik blijf maar denken dat het iemand anders is. Misschien maak ik het erger dan het is, maar gisteravond hoorde ik het opeens. Geschreeuw. Ik herken dit geluid niet, dus ik weet niet of ik het geschreeuw moet noemen, maar ik heb geen idee hoe ik het anders moet omschrijven. Ik was mijn tanden aan het poetsen toen ik het opeens hoorde vanuit het badkamerraam. Het leek wel een soort dier, maar dat was het toch niet. Ik heb het nog nooit in mijn leven gehoord. Oh, hoe dan ook, ik was aan het uitvogelen hoe ik de tekst van het schrift tevoorschijn kon halen. Ik had op het internet gelezen dat je met houtskool de ingedrukte tekst op de overgebleven pagina's tevoorschijn kunt halen. Ik had niets in huis, dus moest ik weer naar het dorp, om te kijken of ze daar houtskool hadden. Het bleek uiteindelijk nog verrassend moeilijk om ergens houtskool te vinden, maar uiteindelijk is het me toch gelukt. Het begint er trouwens op te lijken dat de mensen in het dorp me beginnen te herkennen. Ik ben niet van plan hier heel lang te blijven. Ik vind het ook niet zo heel tof dat ik herkend word. Er is zo'n plaatje waar iedereen elkaar kent en ik hoor hier zeker niet thuis. Toen ik in de winkel was, werd ik continu gevolgd door een tweetal kinderen. Ik hoorde ze me uitlachen en giechelen. Ik denk dat het een tweeling was. Ik kon niet echt horen wat ze over me zeiden, maar ik weet zeker dat het niet aardig was. Kleine kinderen zijn echt altijd rotzakken. Nadat ik het houtskool had gevonden, besloot ik nog even te stoppen bij een supermarkt. Om de een of andere reden leek ze altijd te weinig spullen te hebben. Ik wilde wat eieren hebben voor het ontbijt en lunch, maar ze hadden nu al 2 weken geen eieren gehad. Hoe dan ook, het schrift. Ik heb het zoveel mogelijk proberen uit te stellen deze middag. Wilde ik eigenlijk wel weten wat erin geschreven stond? Maar ik heb het uiteindelijk toch gedaan. En ik verwachtte veel, maar niet dit. Ik belde mijn moeder gisteren. Ik wilde weten of zij iets wist over deze plek. Ze zei dat ik hier vroeger al eens geweest was, toen ik nog maar een paar jaar oud was. Ik kon me daar niets van herinneren. Ik probeerde haar opnieuw te vragen waarom ze niet overweg kon bij mijn opa, maar ze veranderde al snel van onderwerp. We praten voor een tijdje, maar de verbinding was erg slecht. Ze vroeg me of de wijnkelder er nog steeds was, en ik zei tegen haar dat ik niets van een wijnkelder afwist. Ze legde uit dat ik de kelder in moest, en daar links om de hoek zou een wijnkelder zijn. Ik zei dat er geen kelder was, maar ze bleef volhouden. Nadat ze opgehangen had, ging ik nog eens goed rondkijken. En je raadt het al, ze had gelijk. Er lagen een flink aantal antieke spullen in de kelder. En achter wat oude kastjes vond ik inderdaad een wijnkelder. Ik kan niet geloven dat ik dit gemist heb. Sommige flessen zijn echt oud. Ik weet niets van wijn. En ik vraag me af of deze flessen iets waard zijn. Kan ik in ieder geval alles wat er gebeurt verzachten met wat alcohol? Ik ging de omgeving van het huis nog eens uitkammen. En vond zoveel zooi. Ik denk dat dit een oude schuur geweest is. Geen idee waarom dit er staat. Er ligt zoveel en ik moet het allemaal nog opruimen. Het opruimen helpt wel, omdat ik zo niet aan die vreemde dingen om me heen denk. Ik was door wat rommel heen aan het scheppen toen ik opeens een flinke stapel oude letters vond. Ik zag dat er spijkers ingeslagen waren. Ik denk dat ze ooit aan het huis hebben gehangen.
Ik weet dat sommige mensen hun huis een naam geven. Maar ik kan zo geen woord vinden wat echt klopt. Sorry dat ik een tijdje stil ben geweest. Ik heb hier ontzettend slecht bereik. En de helft van de tijd wil Twitter niet eens laden. Er is gelukkig veel wijn in de kelder. Dus verveel ik me niet te erg. Ik ben voornamelijk bezig geweest met het opknappen van het huis. Over een aantal weken komt er een aannemer die het huis gaat doorlopen. Wat fijn is, want dan kan ik hier zo snel mogelijk weg. Ik besloot het centrum in te gaan om mezelf te trakteren. Er was maar één restaurant in het hele dorp. Ik ging naar binnen en het hele gebeuren was bizar. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Ik bestelde ei benedict van het menu. De serveerster leek me aardig, maar toen bracht ze het eten. Ze was de eieren op mijn eieren benedict vergeten. Het was alleen ham en hollandaise saus. Hoe kun je nou de eieren vergeten? Op een gerecht waar eieren in moeten zitten. Ik riep haar en zei dat mijn gerecht geen eieren had. Dat hebben we niet, zei ze meteen. Ik vroeg haar hoe een restaurant geen eieren kon hebben. Ze haalde haar schouders op, zei sorry en liep weer weg. Het was zo raar. Verbaasd keek ik nog eens naar het menu. En ik zag dat er inderdaad geen eieren bij stonden bij het gerecht ei benedict. Sterker nog, heel de kaart had geen enkel gerecht met ei. Ik dacht voor een seconde dat het misschien een vegan restaurant was, maar er stond wel gewoon vlees op de kaart. Ik snap er niets van. Onderweg naar buiten zag ik een familie aan een tafel zitten die me aanstaarde toen ik wegliep. Ze waren allemaal super stil, in een opvallende manier. Ze hadden twee meisjes bij zich die een tweeling waren. Ik ga hier zeker niet terugkomen. Ik was er de hele rit naar huis over na aan het denken. Er waren zoveel dingen die nergens op sloegen. En ik had het idee dat ik snel ging uitvogelen waarom. Iemand wil me duidelijk weg hebben. Het was geschreven op een kledingkaartje of zo. Ik neem aan dat het van de oogloze vrouw was. Ik heb haar niet meer gezien, maar ik weet zeker dat ze hier nog ergens rondloopt. Ik heb het gevoel dat er iets ergs aan het aankomen is. Ik zag iets uit de bossen komen vandaag. Ik probeer niet al mijn tijd binnen in het huis door te brengen. Het is misschien niet super veilig om rond te lopen door de bossen, maar het is het enige wat me enigszins ontspant. Ik was vandaag door de bossen aan het lopen. Het is best een mooie plek, als ik niet iedere seconde iemand verwacht die me gaat vermoorden. Ik werd net een beetje rustig toen ik wat dingen vond, die nogal vreemd waren. Er stond een smerige stoel die over een heuvel uitkeek. Het leek in eerste instantie niet zo raar, maar toen ik Google Maps tevoorschijn haalde, zag ik al snel de stoel in de richting van mijn huis stond. Het was zeker een kilometer van mijn huis vandaan, maar het was nog steeds erg raar. Ik kreeg er de rillingen van en wilde zo snel mogelijk weg. Ik liep nog geen 6 meter de heuvel af, toen ik dit opeens tegenkwam. Wat de hel is dit? Ik heb er ook een video van gemaakt. Ik kon niet stoppen ernaar te kijken. Het leek wel alsof ik in een trance was. Waarom gebeurt er iedere dag hier wel iets vreemds? Ik raapte mezelf weer bij elkaar en strompelde weg van de steen. Ik voelde me duizelig toen ik wegliep. Ik wilde terug naar huis. Ik staarde in de richting van mijn huis toen ik haar weer zag staan. Dezelfde vrouw als eerst. Ze stond op een heuveltje in het niets te staren. Ik sprong instinctief achter de eerste boom die ik zag. En ik denk niet dat ze me gezien heeft. Ik had haar in geen weken gezien, maar ik wist zeker dat ze er nog was. Ik maakte een video van achter de boom. Ik weet niet eens waarom, maar het is in ieder geval bewijs dat ik dit niet aan het dromen ben. Uiteindelijk liep ze kalmpjes van de heuvel af en verdween ze in de bossen. Toen ik er zeker van was dat ze vertrokken was, rende ik terug naar huis. De hele weg naar huis verwacht ik dat ze uit de struiken zou komen en me zou aanvallen. Ik snapte niet wat ze in de bos aan het doen was. Was ze een heks? Dit klinkt zo dom, maar ik weet het anders ook niet. Die rare houten dingen van eerst, en nu dat ritueel op die rots, het lijkt wel hekserij of zo. En wie zijn die mensen in de boot op het meer? Waarom is iedereen in deze stad zo raar? Op dit punt wilde ik gewoon antwoorden. En ik heb het gevoel dat ze er snel aan gaan komen. Ik ben alleen bang voor wat ze gaan zijn. Ik ben erachter gekomen wat de letters betekenen. Ik was in eerste instantie helemaal vergeten, tot ik gisteren iets vond. Er is een kleine ingebouwde kast boven in het huis, waar wat oude boeken in staan.
Ik was op zoek naar wat te lezen toen ik een boek vond over wijn. Ik was benieuwd of er iets in stond over de fles uit de kelder, dus bladerde ik er doorheen. In het boek vond ik wat oude Polaroid-foto's. Ze waren redelijk vervaagd, dus het was moeilijk te zien wat erop stond. De eerste was niet echt noemenswaardig. Het was een foto van wat bomen. De tweede was nog een stuk vager. En voor een tijdje wist ik niet waar ik naar aan het kijken was. Tot ik me realiseerde dat het de voorkant van het huis was. Met de letters die ik een paar weken eerder op de grond gevonden had. Deepwater Chapel. Dit is zo raar. Ik had die naam nog nooit eerder gehoord. Was mijn huis een kerk vroeger? Ik ben de rest van de middag door alle andere boeken heen gegaan, maar heb niets kunnen vinden. Ze was hier. De vrouw was in mijn huis. Sorry, ik loop vooruit op de zaken. Ik kan nauwelijks typen. Sorry. Ik zal het proberen uit te leggen. Ik was gisteren in de bossen toen het opeens ontzettend hard begon te regenen. Ik was niet ver van mijn huis vandaan, maar het regende hard genoeg om me compleet te doorweken tot op mijn ondergoed. Het regende vrijwel de hele avond, dus legde ik mijn kleding bij de open haard om te drogen en ging ik op tijd naar bed. Vannacht had ik een vreselijke nachtmerrie. Ik droomde dat ik aangestaard werd, dat ik niet alleen was in mijn kamer. De droom stopte abrupt en ik sprong overeind. Het was midden in de nacht en ik was alleen in mijn kamer. Maar ik had het vreemde gevoel dat er iemand net in mijn kamer was geweest. Ik lag daar een paar minuten op bed, te bang om te bewegen, toen ik plotseling iets hoorde beneden. Tenminste, ik dacht dat ik iets hoorde. Het is een oud huis, dus komt altijd wel ergens geluid vandaan. Ik twijfelde voor een seconde en sloop toen naar bed richting de overloop. Vanaf de overloop kon ik de woonkamer zien en een gedeelte van de keuken. Ik hoorde het buiten flink stormen. Misschien was het wel de wind geweest. Ik probeerde mezelf te kalmeren, maar was klaar wakker op dit punt. De adrenaline gierde door mijn lichaam, dus terug naar bed gaan zat er voor even niet in. Dus liep ik naar beneden om wat snacks of wat te drinken te halen uit de keuken. Eenmaal in de keuken bleef ik verstijfd staan. De deur in de keuken die opent op de achterkant van het huis, stond wagenwijd open. Ik weet zeker dat ik de deur op slot heb gedraaid. Ik sluit alle deuren iedere avond. Zelfs als ik het was vergeten, weet ik 100% zeker dat ik de deur niet zo open zou laten staan. De hele keukenvloer was zeiknat door de regen. Morgen vroeg is het eerste wat ik doe een slotenmaker bellen, om alle sloten in het huis te vervangen. En ik zie net dat al mijn natte kleding weg is. Ze heeft mijn kleding gestolen. Voor geen goud dat ik hier de nacht doorbreng. Ik ga op zoek naar een hotel. Ik heb een slotenmaker gebeld. Maar ze konden niet zo snel komen. En ik wilde niet terug naar het huis voordat er nieuwe sloten in waren gezet. Dus ben ik in het hotel gebleven. Ik ben hier een beetje aan het niksen. En verschiet van elk klein geluidje wat ik hoor. Ik heb het idee dat ik gek aan het worden ben. Eindelijk, na een paar dagen, belde de slotenmaker terug dat hij vandaag plek had. Dus checkte ik mezelf uit en ging ik terug naar het huis. Het was een redelijk lange rit. En hoe dichter ik bij het huis kwam, hoe slechter ik me begon te voelen. In mijn hoofd wist ik dat het een slecht idee was, maar ik kon niet zomaar vertrekken. Ik kan het niet uitleggen, maar ik kan niet weg. Ik verwacht niet dat iemand het zal begrijpen. Zelfs ik begrijp het niet. Hoe dan ook, ik was terug naar huis aan het rijden. En hoe dichter je bij mijn huis bent, hoe dichter het bos wordt. Uiteindelijk wordt de weg onverhard. En kun je bijna niets meer zien door de dichte begroeiing. Op dit stuk moet ik altijd oppassen dat ik geen hert aanrij. Het zou niet de eerste keer zijn. Normaal zie ik er altijd wel een paar tussen de bosjes staan. Maar vandaag was er geen. Er was geen hert te zien. Sterker nog, het leek alsof het hele bos uitgestorven was. Ik was bijna klaar om weer om te draaien en terug naar het hotel te gaan, toen ik plotseling eens over de weg zag vliegen. Het was zo snel dat ik in eerste instantie niet eens zeker wist of ik het wel echt had gezien. Ik schrok en reed met mijn auto een diepe greppel in. Voordat ik door had wat er echt gebeurd was, was het ding al weg. Ik had geen idee wat het was. Het leek wel een grote waas. Het enige wat ik weet is dat het geen hert was. Het was rood. Zo rood als bloed. Tot overmaat van ramp zat mijn auto nu vast in de greppel.
en kreeg ik die met geen mogelijkheid eruit. Ik zat een tijdje te bedenken wat ik moest doen. Ik weet dat het geen goed idee was om de rest van het stuk te lopen. Maar als ik dat niet deed, dan miste ik waarschijnlijk de slotenmaker. En zat ik heel de avond in een huis waar iemand blijkbaar gewoon binnen kan komen. Ik was niet ver van mijn huis vandaan, dus leek het me het beste om maar te gaan lopen. Ik belde vanuit daar wel een takenwagen. Dus begon ik te lopen. Zodra ik uit de auto stapte, merkte ik dat het bos een stuk stiller was dan normaal. Ik hoorde zelfs geen vogels. Sterker nog, er was gewoon helemaal geen geluid. Elke voetstap klonk als een donderslag. En elk takje wat ik brak onder mijn voeten klonk als een bot wat in tweeën getrokken werd. Ik pakte mijn telefoon tevoorschijn om mijn route te checken. Ik was net bezig om de GPS goed te krijgen, toen ik iets zag wat mijn bloed deed stollen. Het waren meer van die houten dingen, dezelfde die ik eerst had gevonden. Maar deze keer zat mijn handschoen erin geknoopt. Het was een van die dingen die ik bij het vuur had laten drogen. Ik wist dat de vrouw mijn kleding gestolen had, en dit bevestigde het. En ik kon ook al raden wat er met de rest gebeurd was. Niet veel later werden mijn vermoedens bevestigd. Van al mijn gestolen kleding waren van die dingen gemaakt. Ik liet ze allemaal hangen deze keer. Ik wilde ze niet aanraken. Het enige wat ik wilde was terug zijn in het huis, de sloten laten vervangen en een sleepwagen bellen. Ik begon te joggen. Ik wilde weg uit deze plek. Na een tijdje joggen had ik het idee dat ik al thuis had moeten zijn. Ik haalde mijn telefoon weer tevoorschijn en probeerde te bepalen waar ik was met de GPS. Maar deze kon geen verbinding krijgen. Ik kon nog steeds het meer links van mij horen, dus ik wist dat wanneer ik daar langs afliep, ik uiteindelijk thuis zou komen. Ik moet ergens verkeerd gedraaid zijn, want het voelde op een gegeven moment wel alsof ik uren aan het lopen was. En dit gedeelte van het bos kwam me helemaal niet bekend voor. Ik had geen idee waar ik was. En toen zag ik opeens iets in de verte. Iets wits. Het leek haast wel te gloeien tegen de donkere bomen. Ik kon niet goed zien wat het was, dus ging ik een kijkje nemen. Tot mijn verbazing zag ik dat het eieren waren. Hele nesten met eieren. Ze waren reusachtig. En het leek wel alsof ik aan het dromen was. Ik raakte er eentje aan. Ik kon mezelf niet helpen. Het was warm. Ik wilde ze kapot maken, maar werd opeens misselijk. Ik liep terug richting het meer. En helemaal bij het meer aangekomen, voelde ik me weer een stuk beter. Ik hoorde weer de vogels om me heen en kon uiteindelijk de weg terug ook weer vinden. Niet veel later arriveerde de slotenmaker. Ik was aan het kijken hoe hij zijn werk deed met een waas. En ik liet hem ook meteen extra sloten installeren en liet de sleepwagen mijn auto uit de greppel trekken. Tijdens dat alles kon ik niet stoppen met denken aan wat ik vandaag gezien had. Ik voelde me in ieder geval iets veiliger nu, omdat ik zeker wist dat niemand me iets kon aandoen hier in huis. Ik hoorde iets. Er was iemand buiten. Ik was in de keuken de afwas aan het doen toen ik iets hoorde krassen aan de achterkant van het huis. Voor een seconde dacht ik dat ik het gedroomd had, maar toen hoorde ik voetstappen wegrennen. Om de een of andere reden liep ik zonder na te denken naar buiten. Ik weet niet wat er met me aan de hand is. Ik ben niet bang meer. Ik wil nu alleen nog maar antwoorden. Ik weet het niet zeker, maar ik dacht dat ik de vrouw zonder ogen nog net tussen de bomen zag verdwijnen. Ik wilde achter haar aanrennen, maar keek nog snel even over mijn schouders naar het huis. Daar stond weer zo'n artefact. Deze was groter dan mezelf. In het midden zat mijn shirt geknoopt. Datzelfde shirt wat verdwenen was tijdens de storm. Fuck it, het maakt me allemaal niks meer uit, dacht ik. Ik wilde het laten staan en er geen aandacht aan besteden. Toen ik zag dat er iets achter het ding geschreven was. Fear the new moon. Wat betekent dat nou weer? Ik zie dat de nieuwe maan morgen is. Er is ook een storm voorspeld. Ik blijf gewoon binnen. Hier kan mij niets gebeuren, toch? Het is al heel de avond aan het stormen. Onweer en al. Ik ben heel de dag binnen gebleven. En er is nog niets gebeurd. Misschien gaat er ook wel niets gebeuren. Ik ben nog steeds bloednerveus en zit heel de dag uit het raam te kijken. Misschien had ik niet moeten blijven. Ik weet niet wat er met me aan de hand is. Ik ga morgen meteen naar huis.
Dit huis maakt me niets meer uit. Ik wil gewoon weg. Oké, ik moet deze nacht nog gewoon uitzitten en dan vertrek ik. Zolang ik binnen blijf is er niets aan de hand. Er zit een nieuwe sloot op de deuren en niemand kan naar binnen. Alles gaat goed komen. Ik ga mezelf gewoon trakteren op wat wijn uit de kelder en daarna slapen. Zoals hier. Zoals hier in de kelder. Shit, ik rende bijna tegen haar aan. Ze had me waarschijnlijk niet gehoord vanwege de harde storm buiten. Ze stond in de kelder doodstil naar de muur te staren, haar rug naar mij toegedraaid. Ik bleef doodstil staan en wist niet wat ik moest doen. Toen draaide ze langzaam om en sprak ze tegen me. Ze zei dat ze me geen pijn ging doen en alles zou uitleggen. Ik zou alles zo goed mogelijk proberen uit te leggen, maar het leek allemaal wel te gebeuren in een waas. Ten eerste zei ze dat zij die dingen van stok had gemaakt om mij te beschermen. Toen ik vroeg waarvoor, was ze een lange tijd stil. Toen ze uiteindelijk antwoord gaf, kon ik haar nauwelijks verstaan. Er zijn dingen in het water. Ik geloofde haar niet echt, maar ik had geen rationele verklaring voor wat er allemaal gebeurd was, dus luisterde ik aandachtig. Een lange tijd geleden kwam er iets uit de lucht, wat landde in het meer. Het bracht met zich iets ouds en krachtigs mee. De mensen die hier al vele generaties woonden, begonnen ermee te communiceren. Ze verborgen en beschermden het voor de buitenwereld. Ze wijden hun hele leven aan de wezens. En als beloning werden ze gezegend met abnormale, lange, gezonde levens en veel kinderen. Alleen kwam dit wel met een prijs. In het begin was er maar één. Het bleef voornamelijk diep in het meer, slapend. Maar langzamerhand kwamen er meer. De eieren, stamelde ik. Ze knikte. Het zijn er nu zoveel, vervolgde ze. Ze komen uit het meer om eieren te leggen. En de mensen zorgen voor de eieren. Verstoppen ze, tot ze uitkomen. Maar zodra ze uitkomen, moeten ze gevoerd worden. Ik begon langzamerhand te begrijpen wat er aan de hand was in het dorp. En waarom ik zoveel tweelingen zag. Ik zei dat alles met een prijs komt. De mensen van het dorp krijgen bijna allemaal tweelingen. Maar ze mogen niet ieder kind houden. Wanneer de eieren uitkomen, moeten de mensen een van hun eigen naar het bos brengen. De wezens moeten eten. En ze beginnen met je ogen. Ik vroeg aan haar hoe ze dit allemaal wist. Maar ik kon er eigenlijk zelf wel antwoord op geven. Omdat het mij overkomen is, zei ze. Toen ik nog een klein meisje was, bracht mijn vader me naar het bos. Ik zag hoe de eieren openbraken en er iets uitkwam. Voordat ik het wist, stelde het op mijn hoofd en voelde ik een scherpe pijn. Ik viel en wist weg te komen. Ze wist niet meer of iemand haar geholpen had of dat ze zelf weg was gekomen. Ze wist alleen nog dat ze gerend had tot ze niet meer kon. Ik was met stomheid geslagen. Niet van wat ze zei klonk logisch. Ik had zoveel vragen, maar wist niet waar ik moest beginnen. Na een tijdje vroeg ik haar waarom ze dit nu aan mij vertelde. Ze haalde nog eens diep adem. Het is ieder jaar hetzelfde, zei ze. Ze komen met de herfst uit het water om eieren te leggen. Een paar ervan komen eerder uit en doen zich te goed aan de dieren in het bos. Ze hebben kracht nodig om terug naar het water te gaan. Maar de meeste komen pas uit wanneer het donkerst is. Ze draait zich naar mij toe en zelfs zonder ogen had ik het idee dat ze mij nu recht aankeek. Vanavond is de ceremonie. Mijn maag draaide zich om met de realisatie dat er nu, op dit moment, in het bos, kinderen opgeofferd worden. We moeten ze stoppen, riep ik. Ik sprong op uit mijn stoel, maar de vrouw schudde haar hoofd. Het is al te laat. Het gebeurt ieder jaar en er is niets wat we kunnen doen. Hier nam ik geen genoegen mee. Ik weet niet wat er over me heen kwam, maar ik rende de deur uit, het bos in. Ik wist niet eens welke kant ik op ging. Het was opgehouden met regenen, maar het was te donker om iets te zien. Ik gebruikte mijn telefoon als zaklamp en probeerde foto's te maken van de bomen, kijkend of ik iets zag bewegen. Ik weet niet wat deze dingen zijn. Dit is de beste foto die ik kon maken. Ze bewegen allemaal zo snel. Ik leek wel een eeuwigheid te rennen. En ik had geen idee waar ik was.
tot ik een plek herkende van eerst. Het was de plek waar ik de eieren had gevonden. Maar nu waren ze weg. Ik vond alleen nog maar wat kapotte schalen op de grond. Het was voorbij. En ik was te laat. Ik stond daar verslagen in de opening. En zag hoe wat lichten, ver in het bos, langzaam uitdoofden. Ik begon weer te rennen. Deze keer naar het meer. Maar op wat kleine rimpels in het water na, was er niets te zien. Het was voorbij. Ik was te laat. Ik ben weer terug bij het huis nu. En de vrouw is weg. Het is hier zo stil. Dat was het weer voor deze video. Wist je dat je mijn creepypasta sinds kort gratis kan beluisteren op Spotify en iTunes? De links vind je in de video-omschrijving. Shoutout naar mijn leden: Ruru Ruben, Marvin Louis, Colin de Beu, Edward Kerkhoff, Demon Gamer HD, Dennis Wilbrink, Joris Paus, Justin van Oorschot, Biga 010, Hendry 0575, Nova, Colin Hogenberg, Mario is Klein, Mika Miauw, Dirk Mulder, Laco, Dinan Vernooy, Rustyman, De Lolkans, Nazgul, Dion Diego, NL Trucker Bjorn, Max, Thomas Poel, DJ Skin Productions, Tomaso Games, Stijn Buisman, Jeroen de Jong, Team Park Facts, Gewoon Luca en Geurgerino. Jij kunt ook een shout-out krijgen door lid te worden van Raar Maar Waar en te kiezen voor de tweede optie. Dat kun je doen door op deze knop te drukken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende Raar Maar Waar.